Goedemiddag. Raymond, je bent onze stadsdichter dit jaar. Dat klopt. En je bent volop bezig. Ja. Maar nu is het bijna Sinterklaas. En, ja. Ja, het is een raar jaar voor Sint en voor de Pieten, want ze mogen bijna niks. Er was ook geen intocht. Nee. Maar ik begreep nu dat de Vereniging Ondernemers door de Sint is gevraagd om ook wat leuks te doen. En dat jij daarvoor bent ingezet. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, ik heb een Sinterklaas gedicht geschreven. En dat wordt de komende tijd wordt dat bekendgemaakt. In stapjes wordt er dat gedicht... Via Wij Zijn de Stad. Via Wij Zijn de Stad. Ja. De eerste komt vanavond. Ja, en dan worden elke zoveel tijd, elke dag denk ik, worden er een aantal regels worden vrijgegeven. Er staan nog niet in de logische volgorde. Dan moeten dan de kinderen die moeten dat dan zelf in de juiste volgorde zetten. En als dat dan lukt, dan kunnen ze er een prijs mee winnen. Ja, en dat komt er dus eigenlijk op neer dat kinderen dus dagelijks kijken op Wij Zijn de Stad en dan die dichtregel pakken. Ja. En dan, totdat ze ze allemaal verzameld hebben. Ja. En uiteindelijk maken ze dat gedicht precies zoals jij het hebt geschreven voor Sint en Piet. Ja, dat klopt. Nou, dat is heel goed. Ja, nou, en dan is op een gegeven moment, dat is natuurlijk een soort van prijsvraag. Mm-hmm. Ze kunnen er ook wat mee winnen. Weet je toevallig wat? Dat weet ik niet. Volgens mij krijgen ze van die Middelburgse beursjes met munten erin. Dat zal nog wel bijschrijven. Ja. Maar de uitreiking, die komt ook nog, dat doe je op zaterdag 5 december, hoe toepasselijk. Ja, dat klopt, in het stadhuis. Ja, en samen met burgemeester Bergman, toch? Ja, dat hoorde ik. En misschien is de Sint er ook bij, maar dat weten we nog niet zeker. Nou goed, dat wachten we af. Maar ik kom in ieder geval aan een kijkje nemen. Ja, en leg graag vast wat jullie doen. Dank je wel alvast. Ja. En we gaan dichter te rijmen naar 5 december toe. Ja, dat is goed. Dank je wel. Graag gedaan.